Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Misschien dat er nog wat mensen binnenkomen, maar dat mag de pret niet drukken. Ik ben blij dat ik hier weer mag staan. Ik denk dat het 2 jaar geleden is dat ik voor het laatst op een podium stond vanwege alle coronaperikelen. We hebben natuurlijk in de tussentijd heel veel dingen online gedaan. Dat leent ons werk ook heel goed voor. Maar het is natuurlijk veel leuker om het echt live te doen en ook de discussie op te zoeken en van de interactie met het publiek. Dus heel goed dat jullie er zijn. En wat leuk dat wij samen met de HAS, hebben een kleine connectie. Zal ik straks iets over uitleggen. Maar het is in ieder geval heel fijn dat ik hier mag zijn en zeker in zo'n mooie omgeving. Wie ben ik? Mick de Reuver, hadden jullie al gezien op het programma. Ik werk al heel lang in de packaging-industrie, met name in de bureauwereld, de packaging design bureauwereld. Verschillende bureaus gewerkt. Ik werk momenteel bij Frog Brand Services in Utrecht. Daar ben ik de Business Unit Director voor het Packshot Creators stuk. Dat is waarom we hier zijn. En wat is Frog? Frog is vooral een packaging design implementatie specialist. Dus we weten heel veel van verpakkingsdesign, maar vooral hoe krijg je dat design nou op die verpakking? En ziet het eruit zoals het bedoeld is door de opdrachtgever en de designers? We doen verschillende dingen. Het begint altijd bij projectmanagement. We hebben een workflow tool, zelfs een digitale tool ontwikkeld om packagingprocessen te stroomlijnen en te kunnen managen. En dat is vooral heel belangrijk als het gaat om grote hoeveelheden SKU's, maar vooral als er heel veel verschillende stakeholders zijn. Je hebt natuurlijk niet alleen het designbureau, de opdrachtgever, maar ook allerlei techneuten, mensen van de fabriek. Hoe gaat het op de lijn? Nou, heel veel stakeholders die er allemaal iets over moeten zeggen. En dan is een workflow tool heel praktisch om dat in goede banen te leiden. Daarnaast doen we design implementatie. Stel voor, er is een design en daarnaast zijn er 4 verschillende formaten nodig in de verpakking. Kunnen wij die vertalingen maken? Dus we designen niet, maar we passen het design toe op de verschillende formaten of verpakkingstypes. Uiteindelijk maken we artwork. Dat is eigenlijk het merendeel van wat wij doen. En met artwork willen we zeggen het doorvertalen, dus het technisch vertalen van het design naar een drukbaar bestand. Dus wij zijn eigenlijk de schakel tussen designbureau en drukkers. En wij zorgen dat het file zo gemaakt wordt dat als het uiteindelijk wordt gedrukt, het eruit ziet zoals de designer het bedoeld heeft. Onderdeel van artwork zijn natuurlijk allerlei losse elementen. Tekst, beeld, iconen, symbolen, dingen als wetgeving zit er ook in. Dat kunnen wij allemaal los archiveren en dat noemen wij content management. We hebben uitgebreide databases waarin we al die elementen apart kunnen opslaan. En dat is vooral belangrijk omdat het proces om tot een goedgekeurd artwork te komen begint heel breed. Heel veel mensen, iedereen roept er wat over, iedereen moet het goedkeuren. En uiteindelijk kom je bij een goedgekeurd artwork, wat gedrukt gaat worden, de verpakking komt in de winkel. Maar al die gevalideerde informatie, het zou zonde zijn als dat alleen op die verpakking blijft staan. Want diezelfde informatie staat ook op een webshop. En dat moet dan wel dezelfde zijn. En ik zou jullie willen uitdagen, voor de grap, pak eens 3 verpakkingen en zoek die verpakkingen eens online op. En kijk wat voor tekst dan op de website staat. Ik durf er vergif op in te nemen dat geen van de 3 is die tekst die er staat hetzelfde als die op de verpakking staat. En dat komt omdat er gedurende het drukwerk of het logistieke proces gebeuren er allemaal weer zaken die de tekst soms verandert. Die komt dan wel online tevoorschijn, maar niet uiteindelijk op de verpakking. Het is heel belangrijk om al dat soort content goed te managen en te kunnen ontsluiten. Uiteindelijk een stukje lithografie, dat is een beetje het vervolg op artwork. Dus maak het druktechnisch specifiek voor flexodruk, diepdruk, offsetdruk. We maken mock-ups. En daar waar we hiervoor zijn, we maken ook packshots. Daar wil ik iets meer over vertellen. Voor wie doen we dat allemaal? Voor deze mensen maken we niet alleen maar packshots, maar doen we allemaal op verschillende manieren of projectmanagement, artwork of packshots maken. Ons bedrijf bestaat uit verschillende onderdelen. Het merendeel is Frog, waar we het artwork maken en de content management beheren. Packshot Creators is daar een label van.
Maar een ander onderdeel is GetPact. En GetPact is ons bedrijf van projectmanagers die wij plaatsen bij klanten intern om verpakkingstrajecten te begeleiden. En GetPact heeft een connectie met de HAS, met de Stefan, die staat achterin. En daarin verzorgen wij ook de cursus Packaging Projectmanagement. Dus mocht je daar meer over weten, dan kan je op de site van de HAS dat opzoeken. De HAS faciliteert de opleiding en wij ondersteunen dat en bieden input en geven ook gastcolleges. Maar nu terug naar de packshots. Want wat is nou het geval? Als je in een winkel komt, doen die winkels er alles aan om je te verleiden het product te kopen. Die hebben daar natuurlijk allerlei tools voor, en niet alleen de verpakking in het schap. Maar ze kunnen natuurlijk prachtig mooi aankleden, zodat je het gevoel hebt van, ik ben in een bakkerij, of ik ben bij een pizzeria, of ik ben in een bierbrouwerij. Terwijl je uiteindelijk gewoon op de afdeling in de supermarkt loopt, die brood verkoopt, of die pizza's verkoopt, of allerlei aanverwante producten. Dus de winkel heeft daar heel veel tools voor en kunnen daar hele mooie dingen van maken. Dit is gewoon een supermarkt. Ik zou het niet zeggen, maar het is wel zo. Net als deze. Is een Jumbo foodmarkt waar ze pizza's verkopen en allerlei aanverwante producten. Ik vond zelf deze wel heel bijzonder. Die had ik nog niet eerder gezien. Maar dit is gewoon een bierafdeling van de supermarkt. Je hebt gewoon het idee dat je bij Golf in de fabriek loopt. Maar wat betekent dat dan als we ons verplaatsen naar een online wereld? Daar hebben we al die tools niet. Daar kunnen we je niet eerst brengen in een brouwerij of in een bakkerij. En is het daarmee saai? Ja, zeggen jullie het maar. Het voelt bijna als een straf. Het is gewoon een screenshot van de Albert Heijn. Dit is de Jumbo. Jumbo website. Het is bijna een straf. En je moet wel heel gericht boodschappen doen. Je moet al weten wat je wil hebben. Je kan het opzoeken. Nou, je hebt dan de beschrijving en je hebt al ter bevestiging het plaatje. Maar het is heel functioneel ingestoken. En er wordt helemaal niets gedaan aan verleiding van het product. Bekendmaken van waar ben ik. Ik moest zelf even drie keer kijken of dit nou de Jumbo was of niet. Dus ik heb helemaal niet het gevoel. Ik zou eigenlijk een soort gele wand verwachten nu. Of straks Albert Heijn. Blauw. Nou, je hebt een plusje blauw. Maar dat zegt mij niks over dat het Albert Heijn is. Het is heel functioneel. En ze doen heel erg hun best. Het gaat heel erg over prijs. Albert Heijn is nu begonnen met Nutri-score ook online te zetten. Nou, daarmee wordt het nog kleurrijker. Maar het doet mij vooral niks voor het product. Het verleidt mij niet. Ik denk van, nou, ik ga kroepoe kopen. Het is niet dat ik nou denk van, nou ja, ik ga toch ook maar eens even voor noedels. Helemaal niet. Ik krijg er geen eens zin in. En sommige producten zie ik niet eens goed wat het is. Omdat het eigenlijk een heel beperkt plaatje is. Kan nog erger. Dit is echt prijsstickers plakken. En, nou, het is een heel groot scherm, maar je ziet al dat sommige beelden zijn heel onscherp en onduidelijk wat het nou is. Je kan het bijna niet meer lezen. We hebben het voordeel dat we hier een gigantisch scherm hebben, maar doorgaans zitten we natuurlijk allemaal op onze telefoon of op je tablet te kijken. En dan zijn die plaatjes nog veel kleiner. Wettelijk is het bepaald dat het niet kleiner zou mogen zijn dan 13 mm. Dan moet je maar eens proberen de tekst te lezen op een verpakking die zo klein is. Dus daar hebben we extra dingen voor nodig. Het kan wel. Je ziet wel dat vooral nieuwkomers, zoals Chris, doet heel erg zijn best om anders te zijn. Die komen natuurlijk ook nieuw, die kunnen het allemaal nog nieuw bedenken. Dus anders dan Albert Heijn en Jumbo die er al waren en die zich moeten ontwikkelen. Maar of dit het nou is. Dit gaat heel erg over fotografie en verleiding van verse producten. Dat gaat allemaal prima. Dat zal ik je straks laten zien. Dat kunnen we ook bijna niet 3D nabootsen. Dus fotografie doet dat prima. Ik ben hier al blij dat er veel meer kleur is. Ze laten je navigeren naar vlees, vis en kaas. Wordt dan een stuk duidelijker dan zo'n hele witte pagina. Dus hier zit al veel meer verleiding in dan de gevestigde orde. Waar gaat het nou online? Je wil kwaliteit. Zelfs online, als je aan het shoppen bent, je wil gewoon ook zien dat die afbeelding een kwalitatieve afbeelding is.
Je wil duidelijkheid. Wat koop ik nou? Ik heb zelf altijd het probleem dat als ik bij Picnic pindakaas van café koop, dan krijg ik altijd zo'n pot thuis. Dan denk ik, oh shit, ik heb even niet goed gekeken, want ik wilde eigenlijk die kleinere pot. Maar als je naar de packshot gaat kijken die online worden gebruikt, die zijn gewoon hetzelfde. En er staat, daarnaast staat de tekst, dit is een kilo of dit is 500 gram. Maar we zijn allemaal mensen, we lezen niet. We kijken vooral plaatjes. Laatste is, je wil vooral opvallen. Want wat je in de winkel wel hebt, is als iets in de aanbieding is, of bij Albert Heijn in de bonus, hebben ze er allemaal aparte ruimtes voor. Ze hebben mooie plafondhangers die erop wijzen van let op, dit is in de bonus. Schapkaartjes. Hebben we online niet. Dus je wil, je moet, dat je verpakking eigenlijk dit doet. Zo van, hallo, hier ben ik. En ik ben ook nog in de aanbieding. Nou, hoe doe je dat nou? Of hoe zou je dat kunnen doen? Daar hebben we bij Frok een label voor opgericht, namelijk Packshot Creators. En onze filosofie is, als je het 3D maakt, hè, wat hier staat, van artwork naar 3D, kan je er veel meer mee doen dan alleen maar een statisch plaatje. Wat is het dan? Het is een CGI-beeld, hè, een door de computer gemaakt afbeelding. Daar gebruiken een aantal dingen voor. Een van die dingen is het wireframe, hè, dus het skelet van de verpakking. Een 3D-vorm in de computer. Dat combineren we met het artwork. En als laatste, staat hier niet, maar dat is wel zo, is dat je nog twee extra dingen nodig hebt. Eén is het product wat erin zit. Hè, want dit is maar het skelet, lege verpakking. Artwork erop. Als het een gesloten verpakking is, is prima. Je ziet toch niks. Maar als het een transparante verpakking is, heb je natuurlijk ook de afbeelding van het product nodig. En het laatste wat je nodig hebt, is een stukje materiaalexpressie. Want je wil natuurlijk zien, is het mat, is het glanzend, is het glas, is het karton. Dat gevoel wil je ook hebben. In de winkel zie je dat, of je kan het voelen, want je kan de verpakking pakken. Online natuurlijk niet. Nou, hoe doe je dat? Door het vooral te laten zien in je afbeelding. Een packshot is allang niet meer alleen maar een verpakking die recht van voren je aan staat te kijken. En dat zou ook niet moeten, want je wil eigenlijk weten, wat koop ik nou? Hoe groot is die doos nou? Of is het überhaupt een doos? Of is het een zak? Of is het een fles? Dus front face, oftewel recht van voren, dat is het meest gedaan. Dat zijn ook richtlijnen die zijn bepaald voor uitwisseling van beeldinformatie. Maar daarnaast zou je altijd nog een packshot moeten plaatsen van dezelfde afbeelding onder een hoek. Dat je ziet, oh ja, het is dik, het is dun, of het is bol. Mobile Ready Hero Image, kom ik zo even op terug. Verpakkingen, als ze 3D zijn, kunnen we ze laten draaien. De 3D-informatie is driedimensionaal. Dus ik kan het aan alle kanten laten bekijken. Er wordt nog niet veel gedaan, want het zijn vaak allemaal statische plaatjes. Ik kan het zo laten zien, we kunnen het gewoon laten spinnen. Pexel Plus is iets wat we hebben bedacht van, als het gaat over verleiden, dan wil je eigenlijk niet alleen maar de verpakking zien. Maar wil je dat misschien ook soms het product eruit komt. Of dat er iets naast staat. Ter verduidelijking van wat je nou koopt. Hoeveel zit erin? Hè? Als het een verpakking is van bijvoorbeeld bier, die komt zo voorbij. Hoeveel flesjes zitten nou eigenlijk in die doos? Als het dan niet op de doos staat, naar de zijde die je kijkt van Packshot, hoe weet je het dan? En animatie, je kan er natuurlijk veel meer mee doen. Alles is digitaal, dus je kan het ook animeren. En dan wil ik niet zeggen dat wij een creatief animatiebureau zijn, maar wij zijn wel het bureau wat het artwork content heeft. Dus alle content die op de verpakking staat, of het dan een foto is, of een illustratie, of tekst, of kleuren, of vormen, daar kunnen we natuurlijk mee spelen. Met als doel om de verpakking te laten opvallen. Dus wij voegen niks toe. We werken alleen maar met de componenten die op de verpakking staan. Voordelen van 3D packshots is by far dat het er al is voordat de verpakking gemaakt is. Ja, als je aan het fotograferen gaat van verpakkingen, dan moet je eerst wachten tot de verpakking is gedrukt, dat het product is geproduceerd, dat het is afgevuld, dat het in een DC staat. Nou, dan komt het bij de afdeling marketing of communicatie, die pakt een paar mooie verpakkingen, die sturen het naar de fotograaf, die gaat het fotograferen, beeld bewerken. Nou,
hou op, schei uit. Je bent weken, zo niet maanden verder, voordat je eindelijk je packshot hebt. En 9 van de 10 keer ben je dan te laat, want dan is de folder, of de allerhande, of hoe het ook heet, qua magazines, is al gedrukt. En er staat jouw packshot er niet in. En als je hem dan al had gefotografeerd, dan is ook de vraag, hoe kwalitatief is het? En daar wil ik graag even een aantal voorbeelden van laten zien. Want de vraag die je moet stellen, als je een afbeelding ziet online, en het is geen goede afbeelding, hoe dat dan komt, laten we even in het midden, was de verpakking beschadigd, of is de foto gewoon niet scherp? Als het er niet uitziet, wat denk je dan hoe het product zal zijn? Het is net als je in de fysieke winkel bent, zie je ook altijd dat de verpakkingen die beschadigd zijn, die pakken mensen niet. Want mensen denken, oh ja, dan zal er ook wel iets zijn met het product wat erin zit. Hetzelfde werkt voor packshots. Als packshots niet goed is, denk je, het zal wel niet lekker zijn. Of koop ik niet, kan het niet lezen, laat maar zitten. Hier een paar voorbeelden van fotografie versus 3D. Links de foto, even voor duidelijkheid, rechts het 3D-beeld. Nou, je ziet het al, het is scherper. De kleuren kloppen. Tijdens het drukproces kan alles van alles gebeuren, waardoor kleurenverwijkingen ontstaan. Je hebt last van reflectie, spiegeling. Nou, allemaal dingen die je eigenlijk niet wil. En rechts, het is wat het is. Het is gewoon het artwork zoals het is bedacht. Geplaatst op een verpakkingsvorm. Hier nog een voorbeeld van de ethos. Nou, niet scherp. Je ziet het nauwelijks. Je kan het bijna niet meer lezen. De kleuren kloppen niet. Deze valt wel mee. Het is een doosje, gedrukt in offset. Kan niet zo heel veel mee misgaan, recht van voren. Je zou bijna niet zeggen dat het een doosje is, het is gewoon een rechthoek. En dat is het nadeel van als je iets recht van voren laat zien wat plat is, dat het er ook echt plat uitziet. Het komt straks nog een keer voorbij in een andere vorm en dan zal je zien wat je eraan kan toevoegen als je het juist onder een andere hoek laat zien. Ook zo'n mooie, als het geproduceerd is, staat er vaak een datum op geprint. Als je een foto maakt, ja, dan krijg je die code er gratis bij. Ja, wil je dat? Het is ook niet scherp. Nou, ik denk dat het punt wel duidelijk is ondertussen. Hier zie je ook vooral kleurafwijking. Het ziet er kwalitatiever uit. En vooral bedenkend, als je het straks klein ziet, wil je het ook nog kunnen lezen. Dus scherpte is echt wel belangrijk. Bij vers is het net even wat anders. Want dan moeten wij het product fotograferen om het in een 3D-omgeving te kunnen plaatsen. Als je de verpakking fotografeert, in dit geval transparante bak met een topfolie eroverheen. Nou, wat gebeurt er? Je hebt condens. Hij zit dicht, dus ik kan niet bij het product. Ik kan het product niet mooi fluffen, zodat het er lekker uitziet. Ik krijg er een nieuw panel bij. Dat wil ik helemaal niet, want over een maand staat die verpakking nog steeds online. En dan is hij niet meer nieuw. Dus allemaal dingen die je eigenlijk niet wil, maar toch online zichtbaar zijn. Nou, als je 3D doet, fotograferen wij de salade. Die halen we eerst uit de verpakking. Die kunnen we dan even mooi dresseren, noemen we dat. Zodat het er heel lekker en mooi uitziet. We kunnen de kleur nog wat aanpassen. We hebben dus geen last van condens of folies. We kunnen het er gewoon verleidelijk uit laten zien. En dat je echt denkt, oh ja, daar heb ik echt zin in. Die moet ik hebben. Maar wat kan je nou nog meer ermee doen? Want dit zijn allemaal recht van voren plaatjes. Zoals deze. Prima. 3D, scherp, goede kleur. Maar is dit het dan? Of zou dit moeten zijn? Perla is een merk van Albert Heijn. Ze zouden kunnen besluiten van, we gaan alle producten die van ons zijn een blauwe achtergrond geven, zodat je snapt, dit is een eigen merk. Zou kunnen. Of je kan er een combinatie mee maken. Dat in dit geval groen slaat op bio. Dat je daarmee de klant helpt te navigeren naar biologische producten. Dit is overigens ook gelijk een voorbeeld. Niet meer recht van voren, maar schuin. Ik zie, het is een zak. Veel duidelijker. Zonder dat je de facing niet meer kan lezen. Het gevaar van als je 3D maakt, is heel snel dat het te mooi is. Het is immers door een computer gemaakt. Het is allemaal heel strak en recht.
En als je dat doet, is het ook niet meer geloofwaardig. Dus wat wij doen, is dat we een bepaalde mate van imperfectie in aanbrengen, zodat je het ook echt ervaart als een, oh ja, het is zo'n luierverpakking, die is zacht, is niet helemaal mooi strak afgevuld. Het wordt gesield, er gaan allerlei krachten op die folie spelen. En daardoor moet het ook gewoon golven. Daardoor ervaar je het als geloofwaardige verpakking. Nog zo'n voorbeeld. Als het nou een displaydoos is waar meerdere dezelfde verpakking in staat. Als we de computer zijn werk laten doen, zijn die verpakkingjes allemaal precies hetzelfde. Nou, dat is ook niet realistisch. Dat is in het echt is dat niet zo. Dus wij veranderen dan ook al die verpakkingen één voor één, zodat het er realistisch en geloofwaardig uitziet. Materiaalexpressie. Nou, dit is een kunststof pot met een aluminium dop. Nou, we doen heel erg ons best om je dat ook te laten ervaren. In die dop zie je echt de schittering en de materiaalexpressie van dat het aluminium is. En als je goed kijkt, zie je ook door de pot dat die tabletten erin zitten. Dat is ook belangrijk, anders zitten we naar lege verpakkingen te kijken en dat wil je ook niet. Zelfs als het zo subtiel is als deze. Mobile Ready Hero Images wordt steeds meer gedaan en heeft als doel om je op klein formaat het ook te kunnen laten zien. Links is de verpakking zoals die is en een standaard packshot. Rechts is het hero image. En wat we dan doen is dat we kleine details, dingen die je toch niet ziet op heel klein formaat, die halen we weg. Dat doen we in het artwork. En de ruimte die daardoor ontstaat, gebruiken we om de dingen die echt belangrijk zijn op klein formaat, namelijk het merk, het product, de variant en de inhoud, om dat iets groter op te spelen. Uiteraard met respect voor het design, want het heeft niet voor niks. Een designbureau is daarop afgestudeerd om het er zo mooi en zo goed mogelijk uit te laten zien. Dus het is wel de bedoeling dat als je snel kijkt, dat je het verschil niet ziet. Maar als je dit verkleint, dat je toch kan lezen dat er 80 in zitten. Of dat het gaat om de vochtige doekjes. Nog een voorbeeld van een hero image. De kleine details, zoals alle smaakjes, ja, weet je, dat zie je wel. Haal het weg en doe heel subtiel dingen die belangrijk zijn vergroten. Hier voorbeeld recht van voren of schuim. Dan zie je ineens dat het toch best wel een bijzondere verpakking is. Namelijk zo'n tetrapakje met zo'n schuine bovenkant. Dat zie je recht van voren, zie je dat bijna niet. Wat koop je nou? Zou je op deze manier kunnen doen? Deze is wat extremer, van John West. Dat is een kartonnen banderol om een blikje heen. Als dat front face is, recht van voren, of van boven in dit geval, ja, is het gewoon een rechthoekje. Maar wat koop ik nou precies? Het is gewoon een blikje met een kartonnetje eromheen. Nou, laat dat dan ook zien. Wat we natuurlijk veel meer zien, is dat we af gaan stappen van het enkele plaatje. Kijk naar een e-commerce aanbieder als Amazon, die heeft geloof ik al 10 afbeeldingen per product. Is niet voor elk verpakking even interessant, maar we hebben de data. Hè. Alles is 3D, dus het is voor ons één druk op de knop en ik krijg gewoon zoveel hoeken kan ik laten zien als dat je zou willen. En in dit geval is het best interessant om die achterkant te kunnen lezen. Voordat je overgaat op het aankoop. Die zijkant, nou, dat geloof ik wel. Maar die achterkant, daar staan echt boodschappen die je zou willen weten voordat je het koopt. Of een reden geven om het te gaan kopen. Dus meerdere afbeeldingen per product of verpakking is echt wel, vinden wij, belangrijk. En het is gewoon mogelijk. Voor Keunen is belangrijk dat het allemaal hetzelfde uitziet. We zijn zo'n beetje afgestudeerd op het artwork en lithografie van deze verpakkingen. Allemaal verschillende druktechnieken. Best moeilijk om dat goed eruit te laten zien. Nou, dit zijn digitale afbeeldingen, dus we hebben geen last van druktechnieken of drukafwijkingen. Maar online kan je het gewoon heel consistent eruit laten zien. Maar waarom recht van voren? En waarom stil? Waarom laat je het niet draaien? Dan zie je precies wat je koopt. En dan heb je dus wat je in de winkel noemt handwaarde. Als een verpakking je aandacht trekt,
Dat je hem uit het schap pakt en je denkt, oh ja, even kijken, even lezen. Hoe ziet het eruit? Dat kan je online, kan je dat gevoel ook krijgen. Met blikjes kan dat natuurlijk ook. Dan kan je ook de voedingswaarde of de ingrediënten kan je lezen. Dat staat natuurlijk in tekst wel naast, maar nogmaals, mensen zijn niet zo snel geneigd te gaan lezen. Mensen willen plaatjes kijken. Nou, dat kan met alle soorten en maten verpakkingen die je maar kan verzinnen. Dus hoe je het hier ziet draaien, dat is hoe het bij ons in de computer zit en hoe het eruit ziet. En we kunnen het op elk moment stoppen als we dat willen en er een afbeelding van maken. Ik klik even snel door, want het is een beetje hetzelfde. Kijk, best een leuke verpakking. Ook aan de achterkant. Dus laat dat dan zien. En het trekt aandacht. Hè? Stel je voor dat je zo'n bewegende verpakking in een online omgeving zou zien. Je moet er niet aan denken dat ze allemaal bewegen, want dan weet je niet meer waar je moet kijken. Maar met name die verpakkingen die extra aandacht nodig hebben, omdat ze in de aanbieding zijn of dat ze horen bij een bepaald thema, die moeten aandacht trekken. Ons eigen paasei, die kan het ook natuurlijk. Nog een ander dingetje wat je veel ziet, is dat als je een packshot fotografeert, dan is bij doorzichtverpakkingen is de ondergrond wit. En als je hem dan, ook al maak je hem dan vrijstaand, zit je nog steeds met die witte achtergrond. Bij onze 3D-beelden kunnen wij transparant ook echt transparant laten zijn. En dan maakt het dus niet uit op welke ondergrond we het zetten, maar de verpakking neemt dan de kleur aan van de ondergrond. Ziet er al veel beter uit. Even los van het feit dat dit een foto is en dit 3D. Hier nog zo'n voorbeeld, transparante bak. Transparant op roze in dit geval. Gewoon even een willekeurige kleur gekozen, omdat het leuk bij de wortels paste. Hier ook, misschien subtiel, maar wel belangrijk, de transparante deksel. Als je de foto hiervan had gezien, dan zou die wit zijn, omdat nou eenmaal de ondergrond wit was tijdens het fotograferen. Bij ons is die doorzichtig. Nou, even terug naar die winkelinspiratie. Hier weer zo'n mooi voorbeeld. Ook dit was een Jumbo pizzaafdeling. Hartstikke leuk. Maar wat doe je nou met zo'n packshot van een pizzadoos? Want dat ziet er zo uit. Gewoon een vierkantje. Ik heb geen idee. Misschien was het wel een hele grote, diepe doos met 10 pizza's erin. Ik heb geen idee. Geen enkel idee. Als je nou dit mee doet, je zet je packshot onder een andere hoek, dan zie je al dat het gewoon echt inderdaad een enkele pizzadoos was. Maar om dan mensen verder te verleiden, hebben we de fotografie op de verpakking hebben we eruit laten komen. En dan noemen we het geen packshot meer, maar een packshot plus. Nou, dan krijg je wel zin in pizza en niet in een kartonnen doos. Maar je kan het ook laten bewegen. Stel dat die in de aanbieding zou zijn of dat een andere reden is waarom die op moet vallen. Dan kan je spelen met de elementen die op de verpakking staan. En nogmaals, we hebben hier niks toegevoegd. We laten het alleen bewegen zodat het meer opvalt. Nog zo'n Pexel Plus, dat is die bekende hagelslag van net. Recht van voren is het gewoon een saai rechthoekje. Onder een hoek snap je ineens, oh ja, zo ziet die er ongeveer uit. En de elementen die op de verpakking staan, kunnen we gebruiken om het er omheen te gooien, de hagelslag. En gewoon wat fun toe te voegen en op te laten vallen. Perla, dit vond ik zelf wel een goed voorbeeld, omdat het, ook al is het maar een vierkant doosje, het is best een bijzonder doosje en het gaat dan vooral om de sluiting. Hoe kan je dit nou duidelijk maken? En vooral als je bedenkt dat je dit op thumbnail formaat ziet, dan weet ik niet meer of er 12 in zitten. Geen idee. En ik vraag me ook af of je überhaupt zin krijgt in koffie als je het zo klein ziet. Maar als je nou dit ermee doet, dan wordt het ineens duidelijk. Ik zie ineens, oh ja, het is zo'n doos, er zit zo'n sluiting op. Hartstikke handig, die is ook makkelijk weer te sluiten, het blijft ook goed dicht zitten. We hebben het beeld eruit gehaald, dus de koffie en de capsule uit het artwork gehaald, ervoor gezet. En wat we er ook uit hebben gehaald is de tekst 12 keer. Beetje groot misschien nu, maar het is wel duidelijk. En bedenk eventjes dat je dit ziet op 13 mm hoog. En dat je dan wel snapt, het zijn capsules en het zijn er 12. Heineken, net zo. Nou, we snappen, dit is Heineken. Het is bier. Het
zijn flesjes in een doos. Dat zal hem wel, ik geloof het meteen. Maar hoeveel dan? Hoe groot is überhaupt die doos? Hoe groot zijn die flesjes? Ik weet het niet. Nu snap ik het. En ik krijg trouwens ook dorst, want ik zie ineens die fles naar me toe komen. En dat is de visual die ook op de doos staat met die rimpeling. Ik denk, oh ja, lekker, verfrissend, zin in bier. En ja, ik heb een feestje, dus ik heb er veel nodig. Dus doe er maar 24 van die kleine flesjes van 250 milliliter. Dit is duidelijk. Het is bijna zo mooi dat je het kan gebruiken als communicatiebeeld en niet meer eens meer zozeer als e-commerce packshot. Nog een leuk voorbeeldje van animatie. Dit is een zakje snoep. Dit ook, maar dan bewegend. Natuurlijk, het is afhankelijk van wat het design is wat op de verpakking staat. Hè. Dus niet elk design leent zich er even goed voor. Maar je kan op zijn minst de verpakking laten opbouwen. Dat is het minste wat je kan doen. Of laten bewegen, net als deze, die hebben we ook al eerder gezien. Het bouwt zich alleen op. De illustratie is natuurlijk leuk, daar kunnen we mee spelen. En dit beeld is gebruikt bij Albert Heijn op de narrowcasting schermen in de winkel. Dus die beeldschermen die in de winkels hangen, waar de aanbiedingen voorbij komen, daar is deze op gebruikt. En die doet dus eigenlijk dit van, hallo, hier ben ik ben in de aanbieding. Het was Valentijnsdag, wat is het, anderhalve maand geleden. We dachten, we sturen Hema een aardigheidje van een eigen verpakking. Dit lijkt een huge verpakking, het is gewoon een bonbonnetje voor één persoon. Dit heeft wel ertoe geleid dat we allerlei opdrachten kregen van Hema. Die zei, oh ja, als dit kan, dan zien we ineens alle toegevoegde waarden van bewegend beeld. Of het dan onder een hoek staat, of draaiend is, of animatie. Maar zij zagen echt wel de toegevoegde waarden ervan. En nogmaals, niet voor iedere verpakking van toepassing en relevant. Maar je kan er hele leuke dingen mee doen. Albert Heijn dacht er ook zo over. Als je het wasmiddel in de aanbieding hebt en dan ook wil laten zien, het geldt voor het hele assortiment, alle geursmaken, dan kan je er zoiets van maken. Je kan nog een stap verder gaan en dan gaan kijken van, hoe ziet het artwork er nou uit? En wat kan ik daar dan mee doen? Nou, dan halen we het beeld eruit en laten we het bewegen. En dan gaat het nog meer leven, krijg je nog meer die kleur-geurervaring. Ik hoop dat ik hoop verschillende dingen heb kunnen laten zien. Jullie hebben kunnen overtuigen van het voordeel van 3D versus fotografie. En wellicht zijn er vragen die ik kan beantwoorden. Mag ook straks nadien. Maar wellicht zijn er nu al vragen die jullie graag beantwoord willen hebben. Dus shoot. Zeg het maar. Goeie vraag. Ik weet niet of iedereen het heeft verstaan, maar de vraag was met wat voor software wij werken. We werken met verschillende soorten software. Het basis is Cinema 4D van Adobe. Maar we doen ook heel veel met IC3D of IC3D. Dat gaat meer over de basisverpakkingen. Die is veel goed in doosjes. Die vouwen zich bijna zelf in de software. Maar om dingen te laten zien, zoals transparantie, gebruiken we heel veel software die ook wordt gebruikt in de gaming-industrie. Zoals Blender, die is veel beter in dingen doorzichtig te maken. Of zoals glazen flessen. Nog meer vragen? Niet? Nou, hartstikke goed. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de aandacht. En ik wens jullie een hele fijne dag. En voor degenen die blijven zitten, voor de HAS-sessies, succes. Dankjewel.